Ja, de brug. Dat was natuurlijk het centrum van de stad. Het verbond de twee belangrijke staddelen, Otrabant en Pula, met elkaar. Iedereen moest er overheen. Er konden geen twee auto's langs elkaar, want er waren vrij brede houten stoepen waar je op kon lopen. Dus er stond de politieagent op het Brionplein en die liet dan auto's door. En als die dan over de brug waren, dan deed de politieagent die op de kade stond in Pula, die liet weer een zootje auto's door. En dan te denken dat die brug 17 uur per etmaal fout was, zoals we zeiden. Dat moest die open voor al die tankerschepen, voor de passagiersschepen die binnenkwamen. En dan gingen er dus bootjes over en weer. He? Dus dan kon je of op het Brionplein of aan de Ruiterkade kon je een bootje nemen. Maar ja, dat moest voor betaald worden natuurlijk. Vroeger was die pontonbrug, die was ook, daar moest je voor betalen voor mensen die schoenen droegen. Dus zoals de slaven en de arme mensen die geen schoenen droegen, die mochten er zo overheen. En er werd er wel gezegd dat de Hollanders zo pitchiri, zo gierig soms waren, dat ze dan met hun schoenen uittrokken. Die brug speelt ook een heel grote rol met oud en nieuw. Want je moet met oud en nieuw over het water gaan om al het kwaad van je af te wassen. En vandaar dat je met oud en nieuw ook altijd een soort fakkeloptocht hebt om over het water te gaan. En ik heb daar nogal over geschreven in De Groeten van Elio. Waar we dikwijls ook mee zaten, dat was, ja, wat ging je eten? Je moest natuurlijk helemaal overschakelen van een Nederlands eetpatroon naar een Antilliaans eetpatroon. Hoewel die politie van mijn vader, die had een aparte kantine, dus er werden dingen uit Nederland geïmporteerd. Dus heel vaak betrokken we het eten vanuit de marinierskazerne. Dat was dus gewoon weg. Raasdonders, dus bonen. En erwtensoep en stokvis en hete bliksem. Ik ben lekker in de tropen. Maar mijn moeder die ging op een gegeven ogenblik boodschappen doen. En dan heb je langs die kade heb je van die barkjes liggen uit Venezuela. Met groenten, met fruit of met vis. En daar vlakbij zijn de markthallen. En mijn moeder die was een fanatiek toch filmster. Die wou opname maken van die markt. Maar ja, dat waren potige wijven hoor. En die wilden dat niet. Want dat was nog zo'n tijd van, ja, als ze je fotograferen of filmen, dan nemen ze je geest van je weg. Dat kan je geest beschadigen. En ik herinner me dat ik een keer mee was en dat mijn moeder daar wilde filmen en die was toen wel zo verstandig geweest om iemand mee te nemen, een zwarte vrouw uit de stad die heel bekend was, dat was echt de tophoer, dat was een fantastisch mens, die heette Tencent Store, want die winkel die was toen net nieuw bij ons, kon je ook alles krijgen. En die was meegegaan. Maar dat die vrouwen op een gegeven ogenblik op mijn moeder afkomen en er met messen dreigen en weet je, nou ik weet niet hoe vlug ik weg moest komen. Deden nog meer boodschappen vaak naar de plantages, want daar werd dan verse groenten werden er verbouwd en ze hadden tomaten, ja zo goed als kwaad als het ging, het waren meestal de Chinezen en die liepen dan en met van die lege kerosineblikken die van onder waren met gaten erin en dat werd dan in zo'n grote waterbak waar dan het regenwater in moest vallen, werden die dan gevuld en dan liepen ze zo met zo langs die rijen groenten. En mijn moeder die had al vrij goed gauw door dat er hele beste spullen verbouwd werden. Dat was niet goedkoop hoor. Maar die moest die mensen nog leren bijvoorbeeld met wat ze verbouwden. Jongens, als je andijvie hebt, dat is prima, maar dan moet je het plukken, want anders schiet het door en dan is het bitter. Dus die leerden ze nog van alles over die groententeelt. En ja, dan had je het meest verse spul wat er te krijgen was. Maar het was natuurlijk mondjesmaat. Vroeger was het zo dat de mensen desnoods helemaal vanuit Westpunt naar de stad liepen om het op de markt kwijt te kunnen.
Maar ja, toen er eenmaal auto's waren en alles en zo, dan was het ook leuk. Dan had je een uitje, je ging naar de plantage en soms hielden ze daar kippen en dan had je verse kippeneieren. En daar leerden wij de Chinezen kennen en de Portugezen. De Portugezen zijn altijd, hebben ontzettend hard gewerkt en die hebben ook heel veel gedaan aan die plantages. Soms dan spraken mijn ouders bijvoorbeeld met vrienden af van ja, een soort picknick. Nou, dan kon je dat altijd een jaar van tevoren afspreken, want het was altijd goed weer. Het was alleen de vraag of mijn vader kon. Hè? Want als er ineens wat gebeurd was, dan kon hij niet mee. Maar mijn moeder die reed auto was een scheermes gewoon weg. En dan gingen we dus vaak naar Westpunt. En dat was toen... Ja, geliefde, soort strandje, je kan het geen badplaats noemen, want er stond verder niks. Dat was best een end rijden en er waren nou niet van die gepaveide wegen, want het waren dikwijls gewoon aangestampte zandwegen over rots. Dus als het flink geregend had, dan was dat weggespoeld. Dus dan reed je als het ware over een soort waspoort. Nou, en dan was dat echt picknicken met alles mee en heerlijk zwemmen en in dat water. Maar ik herinner me één keer dat, ik geloof dat het bij Westpunt was. En we waren zo ver in zee. En daar was het dus niet afgezet met een net voor haaien. En dan is die zee zo diep, diep, diep paars. Dat je denkt, mijn god, wat doe ik hier? Nou, ik heb van mijn leven niet zo hard gezwommen. En dan wist je één ding, als er een haai kwam, niet bewegen, plat op je rug blijven liggen. He, want die moet geen beweging zien. Nou, ik heb er zo gek gezwommen. En dan, nou, dan mag ik een waterman zijn, maar dat water is zo'n verraderlijk element daar rond die eilanden. Dat is echt, dan kan je voorstellen dat ze ook allerlei broeha, de spookverhalen hebben rond de zee. Waar we vaak gingen zwemmen, maar dat was dan bijna iedere dag, omdat dat dichter bij de stad was, dat was Piscadera Bay. En dat is feitelijk een sociëteit van de Shell. Dus als je niet bij de Shell werkte, moest je speciaal aanvragen of je daar mocht zwemmen. En dat was, als de brug niet fout was, dan was je daar met een kwartiertje met de auto. Het staat nu allemaal volgebouwd met de prachtigste hotels. Het Hilton Hotel is er nu. En dat was dus gewoon, ja, je dook van de rots af. Of je liep een trapje af, het water in. En dan kon je even staan en meteen was het anderhalve meter diep. Ik herinner me dat mijn jongste zusje Nettie, die op Curaçao geboren was, dat kind kon eerder zwemmen dan lopen. Die was 8 of 9 maanden gewoon in een bandje en huppakee het diepe in. Mijn moeder heeft nooit leren zwemmen en die durfde ook nooit veel verder. En dat was maar gelukkig ook, want de badmeester die er stond, bleek, die kon niet zwemmen, want er verdronk bijna een mevrouw. En toen zei ze, waar ben je ingesprongen? Ze zei, ja, ik ben een gek, ik kan niet zwemmen. Ja, maar waar ben je dan badmeester? Ja, maar ik kan heel goed die zwemboei weggooien. En dat was voor iedere dag eigenlijk ons uitje. Dat was heerlijk.